Hele goede middag. Goedemiddag. Bijna weekend. Ben er klaar voor? Ben er klaar mee? Ben er klaar voor? Ja. Woensdag geen video. Vandaag wel. We gaan eens even kijken. Dit was een normale derby volgens mij. Ja. Eens even kijken wat we nog kunnen doen. Ik ga in ieder geval de taken uit de derby die we niet hadden even verwijderen. Ja, het zijn allemaal gewoon taken waar je denkt van. Ik ga geen boten doen. Dit is ook niet. Probeer altijd 320 punten te pakken, maar dat lukt af en toe niet. Kijk, een gouden voucher of een gele voucher. En weer een soef. Ja, ik heb inmiddels. Kan ik bijna mijn Shido weer vergroten. Jee. Betekent wel dat ik wat. Ruimte tekort kom. Ik heb inmiddels wel gewoon mijn silo en mijn schuur ruimte afgekocht voor de bouten en voor de tape. Ja, dat scheelt gewoon bij mij gewoon bijna 200 ruimte voor de schuur dan. En bijna 200 ruimte voor de silo. Dus ja, uiteindelijk heb je dus bijna 400 ruimte als je alles afkoopt, als je er bijna bent. En alles afkoopt. Helaas heb ik alweer 312 bouten. Dus ik ga er eventjes wat bouten ingooien. Zo. Zo. Wat van deze dingen nog. Nou, ik hoef er niet zoveel te hebben. Dat is er gewoon het hele eier eten. Eigenlijk is 134 nog steeds te veel. Probeer wel steeds meer producten te maken en dat lukt wel aardig. Ik ben natuurlijk ook wel bezig. We hebben een nieuwe farmpas trouwens. Hier, daar hebben ze deze. Hebben ze dus alweer aan de voorkant gezet. Wat krijgen we erbij? Natuurlijk twee chicken vouchers. De boten. Krijg je dan geen. Even kijken. Wat krijg je op de gratis pad? Een paar bloemetjes. Natuurlijk een stukje. Natuurlijk de helpers. Stadbezoekers, sorry. Extra ton. Wat krijg je? Een hoedje van de. Ja, wat is dat voor ding? Ja, de gnoom. De kabouter. En wat krijgen we op de bovenste rij? Gelijk een productievak voor de zuivelfabrieken. Dat is wel heel erg interessant. Kan je gelijk wat meer room, boter en suiker, of roomboter en kaas mee maken. En deze is dan ook wel interessant. Ik ben alleen even benieuwd waar ze die nieuwe, waar ze de dubbele. Hier pas bij 250 punten krijg je pas twee vakjes voor je boosters. En dan daarna. Dus de gratis vakjes die je had om de zuivelfabriek uit te breiden. Of je natuurlijk de ijsmaker en bakkerij. Die heb je deze keer niet zitten in je gratis pad. Is dat een probleem? Ik denk van niet. Je krijgt een zwembadje. Nou, met dit weer zou ik het niet doen. Het was een gigantisch koud. In ieder geval, ik vond het vrij koud. Vanochtend. Was ook gewoon wit. Het was echt gewoon heel bijzonder. Ik vond het echt heel bijzonder. Om gewoon te zien dat het gewoon wit was. Ja. Wat heb je nog meer? Natuurlijk deze. En terrasdecoratie. Hoeveel van die blauwe kaarten heb ik inmiddels? 10. Nou, dat betekent dus dat ik volgende maand even een nieuwe terrasdecoratie of even een nieuwe, ja, iets nieuws moet gaan maken.
En waarom? Omdat we anders te veel hebben. Ja, ik loop een beetje achter. Dat komt gewoon omdat ik het druk heb. Die suiker wordt ook nog geregeld. Ja, die heb ik dus ook niet gemaakt. Even kijken hoor. Die en dan weer een paar, twee van die. Die kunnen hier ook weer wat dingetjes in. Padip, 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 padip. Waar zit de 12? Had ik, hè? Geloof ik. Deze was het volgens mij. Kimchi. Drie kimchi. Oké. Paar van die. Paar van die snoepjes. Paar van die. Ja, boter en kaas. Ja, dat is natuurlijk hoort ook natuurlijk gedaan door onze Gijs. Die had ik al 3 maanden, 3 dagen lopen. Maar die heb ik gewoon even verlengd met twee nieuwe boosters. Deze dus. En dit is dus gewoon een mazzeltje. Hij loopt dus gewoon door als je bij een einde boerderijkaart bent of de farmpas. En je zet gewoon twee boosters in. Dan draaien ze gewoon gratis door tot einde. Dat had ik nog niet eerder gezien. Dus voor mij is het ook weer nieuw. Wat hebben we hier? Nee. Deze kan ik in ieder geval wel, maar ik heb ook niet zoveel honing meer. Ja. Ja, drukke week. Vandaar dat ik donderdag ook of woensdag ook geen video opgenomen heb. Het was een beetje. Ja, druk op verschillende vlakken. En dat, ja, dat is dan fijn dat ik dan nog even gewoon, dat ik gewoon hier daar gewoon voor kies om eens niet een video op te nemen, maar gewoon te zeggen van, sorry, ik steek er gewoon geen tijd in vandaag, want ik heb het gewoon super druk gehad. Daarnaast was Eve gewoon niet lekker. Oh, ja. Ja, ze is nog steeds niet helemaal fit. Maar het gaat gelukkig wel de goede kant op. Ze is nog wel wat hoesterig en dat. En gisteren ben ik 40 geworden. Hiep, hiep, hoera. Ja. Hoe voel je? Ik ben oud. Nee hoor. Nee hoor. Ik ben niet oud. Ik ben wat dat betreft voel ik me ook niet oud. Maar ben ik gewoon een ja, ben zoekende ja, 40. Tja. Je kan ook weinig meedoen, zeg maar. Of weinig doen. Dat is misschien een verkeerde woordkeuze. Het blijft sowieso 40 is gewoon een mooie leeftijd. Genoeg nog te doen. Ja, die honing die gaat er dus gewoon heel hard bij mij doorheen. En dat heeft gewoon net ermee te maken dat ik een paar van die boten had van die stomme dingen. Van die kaarsen. Dus ik probeer alles weer even naar achter te maken. Maar ja, die bijen moeten maar gewoon hard aan de slag. Beetje last van mijn bril. Zo. Ik draag een bril. Ja. Kijk, deze die had er niet zoveel. Dus gooi ik gelijk eventjes erin. Zo. Zo, en dan deze had ik ook in een boot vanochtend. Ik heb die dus maar eventjes tussendoor gedaan. Maar ja, dat kost alsnog wel natuurlijk gewoon ruimte. Zo, de bolletjes. En deze kunnen we ook nog gewoon doen. En die. Even één vakje erbij. Dan gooi ik deze ook erin. Zo. Ja, die hoeden maken is wat dat van een hele makkelijke machine om te zorgen dat je
de 3 sterren onder de knie krijgt. Ja. Het is nou niet zo dat je zegt van moeilijkheidsgraad of zo. Dit is wel een kring. Dat komt gewoon omdat je gewoon weinig product hebt waar het lang duurt. Deze moet je ook gewoon makkelijk onder de knie krijgen. Makkelijk als het zijnde dat je ruimte. Of in ieder geval, als je genoeg zorgt voor sojabonen en als je 4 vakjes hebt, dan heb je gewoon elke 12 uur gewoon, kan je gewoon de sojasaus kan je gewoon erin gooien. En ga met de banaan. Hoef je niet voor te wachten. Niks voor te doen. Zo. En natuurlijk al je helpers. Ik heb op dit 120 ruimte. Over 14 levels heb ik 140 ruimte. Ja, en steeds meer raak je eraan gewend dat ze werk voor je doen. Ik zat te denken van, hey, zou ik gewoon 14 dagen Roos inhuren? Maar ja, toen besefte ik ook dat ik toch gewoon best wel Roos en Saar, Roos minder dan Gijs. Maar dat ik veel boosters heb nog met Roos. En ja, je ziet hier, Gijs is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoeveel hadden we? 7, 8, 9. Ben weer 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Maar je ziet wel dat de farmpas er wel voor zorgt dat je gewoon meer boosters hebt, hè? Maar deze meneer hier, dat is de laatste, dat is gewoon een combinatie. Dus als je betaalde farmpas hebt, dan krijg je gewoon die boosters altijd bij elkaar. Nou, ik even de 16 Gijs boosters. Ben even op zoek of hier zat er nog eentje. Kijk, dit is gratis. En hier is ook al gratis. Zonder slotje. Dus die heb ik ook eigenlijk ook in. Die kan ik weer voor een keer inzetten. Hier. Dus 16 Gijs. Hoeveel roos heb ik dan? Op dit moment in mijn opslag zitten. Volgens mij was dat er. Nee, nog een meer. Nog meer. Ja, ik had dat natuurlijk ook terug kunnen tellen. Dat is een beetje suf van mij. Volgens mij was dat hem. We wachten en wachten. Ik had, als ik een beetje meer weet hoe het programma werkt, had ik een achtergrondmuziekje achter kunnen zetten. Dat zou misschien nog beter kunnen zijn. Maar nee. Ik had 16 Gijs, hè? Hoeveel Gijs? Ik ga het gewoon eventjes noteren, wacht even hoor. 16 Gijs. Ja. Hoeveel Saar hebben we dan? Hoeveel, ja. Hoeveel Rose? De Rose. Ja, ik spreek over Roos. En dat heeft ook met Juf Roos te maken. Juf Roos zit weer in. Op de YouTube. Daar kijken we elke avond. Kijken we daar een aantal filmpjes van. Dit is 1 roos. Gaan we scrollen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, oh jongens, 14,
15, 16. 16. Dan heb ik een gelijk aantal boosters. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat ik veel meer grijs had. Omdat ik in het begin ook alleen maar grijs gebruikte. Wacht even. Ik had een 16, zei ik, hè? Even noteren. 16. Sar. Ja, ik noem het roos. Het is gewoon omdat ik eigenlijk gewoon... Kijk, ik neem op in het Nederlands hier, maar... Even kijken. Ga nog een keer tellen. 1. Nee. 2. 3. Nee, ik kan niet in zitten. 3 heb ik inmiddels. 4 heb ik inmiddels. 5 heb ik inmiddels. 6 heb ik inmiddels. 7. 8. 9. Oh, 8. Ah, kak. 8, ja, zei ik. 8, ja. Het was een saar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nou, dat komt mijn vermoeden wel een beetje uit, want ik heb inderdaad één grijs meer dan goos. Saar. En daar heb ik 38 uur nog de tijd voor. Dat is eigenlijk 17 grijs. Nou ja, wat ik ook wel trouwens heb ontdekt, is dat je... Je moet dus selecteren dat je een gratis booster, ik noem het gratis, hè. Een booster zonder diamantje moet willen inzetten. Als je dat niet doet, deze twee, die waren wel gratis, maar die zaten dus. Of heeft hij dat dan uiteindelijk zelf geselecteerd? Dat zou ik even moeten kijken als het. Ik zet eventjes op 29 van de 3 en 248 gekocht. Kijk, dat betekent gewoon dat in mijn gratis opslag zitten er 29 boosters. En dat is best een hoop. En wat betekent echt die 29 betekent is dat ik 29 boosters te veel heb. Of eigenlijk 26. Je mag maximaal 3 opslag hebben in je boosteropslag. Ga je eroverheen? Nou, dan betaal je extra. Ik betaal dus voor elke booster die ik nu krijg van een boot, van iets. Krijg ik dus gewoon een booster, hoe moet ik zeggen? Moet ik dus betalen voor die booster? En ik ben nu aan het ruilen, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook niet heel. Dat heeft niet geen tijd, dat heeft geen, eigenlijk geen nut. Want je gaat gewoon steeds meer betalen voor die opslag. Tot 200. Waarom lukt dat niet? Er zit niks achter. Die. Hoppakee. Bam. Dus ja. Bijtjes ramen vliegen. Zeggen we dan. Hè? We zijn nog steeds dezelfde layout. Wat ik zeg. Het is privé druk. Dit weekend gaan we weer naar de Pukkies. Pukkies is een... spelende wijs met een bal en met de korfbal kennis maken voor Eve. Dat betekent dat we dus zaterdagochtend om 10 uur in de sporthal moeten zijn. Hartstikke leuk natuurlijk. Dus dat is wel druk. En daarnaast hebben we 's middags altijd een spelletje. Zo, nou onze dochter heeft dus, Eva heeft dus een vissteek gekregen, als altijd. Oeh, wat lekker. Ik heb geen idee wat we vanavond gaan eten. Normaal gesproken kookt het dan.
Maar in ieder geval. Dus ja, de zaterdag is al vrij vol. En dan zaterdagmiddag moeten wij zelf spelen. Dus dan ga ik ook in competitie spelen we dan een spel. En dat zondagochtend om 9 uur heb ik wat geregeld voor mijn verjaardag in Noordwijk. Alle broertjes als het goed is komen. Dus ja. We moeten maar kijken hoe het loopt. Daarom zeg ik, het is best wel druk. En dan wil ik eigenlijk ook een beetje de troep opruimen hier in huis. Ja. Natuurlijk, Ruud, je kan het ook wel beamen. Als je bezig bent, dan kost het best wel veel tijd. En dat maakt mij ook niet zoveel uit. Maar het is wel een. Ik wil niet zeggen een probeersel of zo, maar je kan je tijd maar één keer besteden. En jeugd, kijk, als je jong bent, dan woon je bij je ouders. En dan zeg je van, nou, ik heb geen zin om de vaatwasser uit te ruimen of ik heb geen zin om stof te zuigen. Maar als je een eigen huis hebt, dan moet je dat allemaal zelf regelen. Daarna ramen lappen. Kan je natuurlijk wel iemand voor laten komen, maar daar betaal je ook wel een 10 euro of 15 euro voor. Nou, dat is best wel een hoop geld. Dus ja, het is hoe zeg je dat? Het is een beetje last. Nou, ik vind het niet lastig, maar het is wel een dingetje dat je, omdat, kijk, ik werk gewoon fulltime. Dat betekent gewoon, elke dag ben ik aan het werk, ja, maandag tot en met vrijdag. En het kan me best voorkomen dat ik. En volgende week vrijdagavond ook nog werken. Dat is al ingepland. Dus dat betekent, weet je, en dat maakt allemaal niet uit, maar het betekent wel gewoon dat je druk bezig bent met het werk. En daarnaast moet je ook nog eventjes zorgen dat je wat zelf gaat doen. Moet je ook nog boodschappen doen? Moet je ook nog je huis schoonmaken? Moet je ook nog dit? Ja. Het kostte ons behoorlijk tijd. Ja, het kost ons gewoon veel tijd. En dat maakt allemaal niet uit. En dat hoort er allemaal bij. Maar het is wel lastig. Het is wel lastig. Maar gaan we lekker verder. Ik ouwehoer eigenlijk een beetje veel, hè? Ik praat een beetje veel. Ouwehoer, ja. Ik gooi inmiddels ook even wat sojabonen erop. Gijs en Roos. Geen Roos. Gijs en Sar gaan zeuren als je minder dan 20 sojabonen of maïs of tarwe hebt. En natuurlijk de wortels. Dus let erop als je Gijs en Sar hebt, dat je altijd genoeg voorraad hebt van deze vier materialen. En waarom? Omdat je natuurlijk voor al dit voer heb je gewoon. Een van de vijf gewassen nodig die ik net opnoemde. Als je dat nou niet hebt, als je dat nou niet doet, ja, dan gaat hij gewoon zeuren. Hè? Dan gaan ze gewoon niet meer aan het werk voor je. Dat is best wel zonde. Want als je gewoon een goede ruimte hebt. Als je ze hebt draaien, dan moet je ze wel even. Even is ook weer zo, hè. Dat is gewoon zonde van de tijd, weet je. Ze werken niks voor niks. En ja, dan kunnen ze wel zeggen, zouden we zeggen, joh, ach, maakt ook niet uit. Maar ja, het is wel zonde als ze op een gegeven moment geen voer meer hebben, terwijl jij wel je melk of je eieren of je spek wil hebben, dan ga je mopperen. Maar dan is het gewoon niet geregeld. Hebben we hier nog genoeg? Ja, kijk, deze kan ik erin gooien. Die maar vanavond. 42, ja, dup. Ja, qua voorraad is het voor mij ook een beetje zoeken van hey, hoe moet ik dat gaan doen? Ik vind dat ik al best wel een grote schuur heb. Maar ik wil altijd meer natuurlijk, hè? Wie niet, zeggen we dan, hè? Kan ik hier nog iets voor weghalen? Ja, die bomen staan ervoor.
Die weg. Kan ik nog eentje maken? Even kijken hoor. Oh, ik heb nog twee nodig. Wacht even. Dan zo. Oep. Piglet, hè? Piglet. Zo. Dat was de boerderij. Ga even kijken of ik nog andere producten. Ik heb deze eigenlijk altijd standaard aanstaan. Hier, wortelsap. Nog ruimte in mijn schuur wel. Wat heb ik nog meer nodig? Cola. Hey, wat is deze ook weer? Oh ja, de soep. Noedelsoepjes. Hey. Oh, ik kreeg een melding van de NS. Dat een trein op een ander spoor vertrekt. Grappig. Waarschijnlijk hoor je dit op de achtergrond. En zo niet. Ja, ik reis ook gewoon met de trein. Ik moet wel wennen met dat er geen mondkapjes meer zijn. Soms draag ik ze nog. En misschien vinden jullie me dan ouderwets, maar het is meer voor mezelf. Dat ik zoiets heb van, ja, wacht even jongens. Het is leuk en aardig dat jullie zeggen van, je mag gewoon zonder mondkapje naar de trein in. Maar als het gewoon super druk is en dan, je hoort gewoon mensen gewoon kuchen en niezen en weet ik allemaal niet. En dan wil gewoon niet op mijn geweten hebben dat ik iemand anders aanstek. Dat zou degene ook moeten doen. Het is een beetje schijnveiligheid dat je een mondkapje hebt, maar een betere veiligheid dan. Kijk. Volgens mij heb ik ergens ook nog een bundel met tarwe staan. Oh, waar ben jij? Daar. Hier, kijk. Die kan ik ook graag meenemen, die had ik vanochtend klaargezet. En dan gaat de trein weer. Zo. Ja, ik heb er dus 4, 8, 12. Ik heb dus nu 14 voer nodig om iedereen blij te maken. Gaan we eens even kijken. Ik had volgens mij hier alles klaar. Ja. Gewoon alles weer eventjes in de. In de gebouwen poppen. Ik probeer altijd ook gewoon de. De mensen van de boerderijen die ik zelf beheer, ook in de gebouwen op te halen. Soms lukt het niet. Probeer altijd wel gewoon de hoeveelheid die in de trein gaat, om die alvast gelijk sowieso open te houden. Zodat je altijd keuze hebt om in verschillende gebouwen te gaan staan. Kijk. Nou, daar ben ik blij dat ik die 24 eieren heb ingeselecteerd van Saar. Want anders had ik moeten zoeken in de krat. Saar neemt dus ook gewoon heel handig werk uit handen. Zo. Nou, is iedereen weer gevoerd en we komen niet. Gaan we eens even kijken. Ik denk dat Saar gelijk aan de slag gaat hier bij de kipjes. Nou, de kipjes die zijn op dit moment nog niet klaar, zo te zien. Kijk, mais is al klaar. Nou, dat komt door de koeien voor. Even alvast deze erin gooien. En waarom doe ik dat? Dan kan Saar over 11 minuten en 30 seconden. Pak ze dan heeft ze dus geen ruimte om zelf kippenvoer te maken, of in ieder geval ander voer. Dat zou je ook wel zien over 10 minuten. Dat Saar gewoon deze gewoon pakt. En dat ze soms af en toe zet ze ook wel dingen erachter. Dat doet Gijs ook. En zijn dus, kijk, ik heb nu geen boter nodig, maar wel room. Kijk, als ze nu hier. Die, dan zou hij over 20 minuten pakt hij waarschijnlijk weer een boter. Hij kan ook afwachten. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij
Gewoon het wachten totdat de wachtrij, dus de rij met vakjes, dat die gewoon helemaal leeg is voordat er weer iets nieuws komt. Dus kunnen we lekker eventjes in de. Oké. Dus wat even rustiger voor mogen. Haha. Brood. 5, 6, 7, 18. Kijk eens. Deze kunnen gelijk weer weg. Die zijn dood. Overleden, leeg, empty. Hoe noem je het? Hoppakee. Wat extra broodjes. En dan gaan we eens even kijken of ik ergens nog. Kijk, deze zijn allemaal netjes. Ik heb wat stukken vis nodig. Zoals je kan zien. Zo. De salsa die is gewoon dodelijk voor je rode peper en uienvoorraad. Die gaat echt gewoon ongemerkt gaat de uienvoorraad af en toe gewoon super hard. Loop ik af en toe ook wel tegenaan. Dat ik denk van, wat is er met mijn uienvoorraad gebeurd? En dan denk ik, oh ja, ik had salsa nodig. Want salsa die zit ook in deze, in je taco. En deze dan niet. Die dan niet. En deze dan ook wel in nachos ook. Dus ja, dan maak je ongemerkt, maak je gewoon 9 salsa weer. En dan loop je er gewoon tegenaan dat het, ja, dat deze gewoon. Op een gegeven moment denk ik van, hé, waarom heb ik nog maar 40 uien? En volgens mij zit er hier ook nog eentje, hè? Even kijken hoor. Nee. 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 Nou, hoe? Nee. Ik dacht dat er ook nog eentje in de broodjespar zat. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nou, laten we, want ik zag dat ik nog een enorme voorraad dat had. Laat ik dit ook nog even doen. Ik had op 1707 zit ik nu. Als je de mijn doet, dan zou het zo kunnen zijn dat je ook een diamant krijgt. Dat is at random. Dat kan je gewoon niet van tevoren weten of het wel of niet lukt. De ene keer lukt het meer beter dan de ander. Kijk, daar gaat er wel een. Tenminste, ja. Dat is al voor 1. En ik zit op dit moment al 1707. Dat betekent gewoon dat je dus. Je kan maximaal 10 diamanten per keer kan je krijgen. Dat betekent dat je. Je kan maximaal tot 1717 diamanten uit de mijn halen vandaag. En dan moet je echt wachten totdat de limiet weer. Even dat de volgende dag. De dag is trouwens wel gewijzigd. Je hebt nu in plaats van de 9 uur heb je 10 uur. En dat komt door de zomertijd. Dat is nummer 2. Zou ze even rekening mee houden. Ze zetten alles in de UTC. En dat is gewoon de Londen tijd, zeg maar. Dus Londen is nu ook gewoon 2 uur eerder. Even kijken hoor. Deze eerst maar eventjes. Kijk. Je gooit gewoon alles in de smelters waar ze horen. Zo. Deze. Nou. Ja, zoveel voorraad heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Of wel heb ik altijd niet gehad. Dus het is goed om even. Oké, dat is nummer 3. En nummer 3 bedoel ik diamant nummer 3. Je moet dus wel best wel veel spullen uit je mijn halen
om door te kunnen gaan, om gewoon al die 10 diamanten te halen. En ja, dat lukt op een gegeven moment ook niet meer. Is deze al klaar? Nee. Die wel. Jongens, ik moet nog even één plaats in, denk ik. Ja, nog één plaats in. Kijk, daar is de derde platinum. Alsof hij me wist dat ik ermee bezig was. Kijk, deze is nu ook vol. Deze, die ga ik even zo meteen hierin gooien. Dus deze kan ik nu, even kijken hoor. Dan gooi ik even hier eentje in en dan deze. Zo. Nou, waarom doe ik dat? Dat heeft gewoon de langste tijd nodig. Je hebt ook op online heb je ook een HD smelter overzicht en dan kan je aangeven hoeveel van deze stukjes je nodig hebt, of in ieder geval om hoeveel stukjes je hebt. En dan als je 5 smelters hebt met het aantal vakjes, die kan je ook instellen en dan berekent die website uit van je moet hem daar of daar of daar moet je hem ingooien. Even kijken. En daar gooit ze dus tussendoor, gooit er dus zelf geen voer bij. En zou best wel kunnen komen omdat ze nu gewoon genoeg. Nee, dat is nog niet zo. En zie je het, je hebt maar 3 schaap, 6 geitjes. Dus ze zit aardig laag in haar voorraad. Dat is een banen. Maar het gaat toch op. Deze zat inmiddels vol. Kijk. Daar had ik er nog niet zoveel van. Dus ik gooi er alvast weer wat overschotels in. Ja, en ja, ik kan ook natuurlijk Tom inhuren. Ik heb toch genoeg boosters. Maar ja, ik ben altijd aan het werk en dat kan ook wel eens voorkomen dat ik gewoon geen tijd heb om Tom weer weg te sturen. Of ik heb eigenlijk geen tijd. Ik ga ervan uit dat ik geen tijd heb. Dus dan is het zonde van de tijd die Tom voor mij heeft. En ik kan wel een slaapbooster natuurlijk inzetten. Dat betekent gewoon dat hij gewoon sneller weer wakker is. Maar dan nog, dan heb je weer geen tijd. Dus ik heb gewoon geen tijd overdag. Door Ivo sowieso door de ranks. En niet dat het uitmaakt. Kijk, nee, hier krijgt men voorlopig niet. Wegwezen. Dus, wat hebben we gedaan vandaag? We hebben de nieuwe boerderijkaart besproken. We hebben het dorpsseizoen. Die begint over 3 dagen en 17 uur. Nou, ik denk dat er weer kipjes komen. We hebben natuurlijk van de week, vorig seizoen hebben we natuurlijk safari dieren gehad. Dus het zou me niks verbazen als wij nu of straks weer kippen krijgen. We zijn even in de stad geweest. Ik heb een beetje laten zien hoe ik Sarah Gijs gebruik. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Een fijne avond nog. Als je vragen hebt, stel het onder de video. En voor de rest veel heden plezier. En wat ik zeg, een fijne avond. De groeten.